Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen kinderen thuis, op school en bij verenigingen. Maar kinderen kunnen daar best nog wat extra aandacht bij gebruiken. En die aandacht geven de Kolibri en de Bataaf 3 keer per week, na schooltijd. Onder begeleiding van gespecialiseerde medewerkers van de SWW Kinderopvang gaan de kinderen op een leuke manier aan de slag met onderwerpen die er thuis wel eens bij inschieten. Denk aan sporten, huiswerk maken, cultuur, techniek en stevig in je schoenen staan. Nou, we zijn hier in de Pelpwijk. Het is een mooie plek waar 2 scholen samen zijn gekomen. De Kolibri en de Bataaf. En daartussen zit nog de grote sporthal en de ruimte van Excelsior, de muziekvereniging. Wat we vanmiddag doen is sport- en speelactiviteiten aanbieden. Ook knutselwerkjes, knutselactiviteiten. Ook hebben we een vrijwilliger die ons de logopedie mee helpt met huiswerkbegeleiding van de kinderen. Waar ze thuis bijvoorbeeld niet aan toe kunnen komen. Gerry. Die komt dan op maandagmiddag van een uurtje komt zij huiswerkbegeleiding geven aan de kinderen die thuis of ja, geen tijd voor hebben, of dat ouders geen tijd hebben of juist nog extra begeleiding nodig hebben. Wij hebben gemeend hier in de wijk een naschools aanbod te moeten aanbieden. Omdat het gewoon voor kinderen heel fijn is om op een vertrouwde plek opgevangen te worden. Want zij verkeren op de plek waar ze de hele dag al onderwijs hebben gehad. En in zo'n verlenging kunnen we de ontwikkeling van kinderen nog beter stimuleren. We kunnen wat extra insteken op motoriek, op logopedie, op fysiotherapie. Daar is een samenwerking mee. We kunnen extra voorlezen. Kinderen leren elkaar kennen. Het naschoolse aanbod past perfect bij de moderne visie op leren. Leren doe je altijd en overal. Niet alleen tussen de 4 muren van een schoolgebouw. Juist ook na school.